rondom 1760 was er een scheepswerf en later zelfs drie scheepswerven in Enter, waar deze Enterse som gebouwd werd. En ook de volkstelling van 1758 spreken al 60 mensen uit Enter dat ze zompschippen zijn. In 1800 liggen 120 van deze zompen in de havens van Enter met kerstmis. En er waren nog wel een paar zompschippers meer, ook Almo had natuurlijk wel een paar zompschippers. Maar heel frappant dat juist Enter, dat hele kleine plaatsje hier eindje te westen van, zoveel zompschippers hadden. Dat had toch waarschijnlijk wel een bijzondere reden. Enter ligt natuurlijk vlakbij de Regge. En de Regge was in die tijd, maar dan ga je zelfs al terug naar 16, 1700 en 1800. Wat nu de A1 is, was toen de Regge. Alle handel, alle vracht die vervoerd werd, ging meestal over water. Want de zandwegen waren allemaal slecht, zomers stoffig, 's winters waren het allemaal modderwegen. En rondom 1800 hadden die Enterse zomvaarders, daar gaan ze weer, hadden die Enterse zomvaarders, die hadden het monopolie op het gebied van de vrachtvaart. En als je dan teruggaat, dan praat je eerst veel over landbouwproducten, veel rogge, veel hooi. Later turf, heel veel turf vervoerd. Maar als je de Regge afvaart vanaf Diepenheim tot aan de Vecht bij Ommen, dan kan je linksaf naar Zwolle, waar de vracht werd overgeladen op schepen die naar Amsterdam moesten. Maar kon je ook de Vecht stroomopwaarts en kon je onder andere helemaal varen tot aan Nordhorn. En Nordhorn vlakbij Bentheim. En zo zijn de Bentheimer zandstenen die aan de basement liggen van de Paleis op de Dam in Amsterdam, die zijn vervoerd met deze schepen. Dus zo kunt u wel nagaan dat die handel heel belangrijk was. En toen in 1800 langzamerhand de eerste fabrieken kwamen, er werd heel veel textiel natuurlijk al vervoerd. Eerst door die fabriekeurs, waarbij de textiel door de mensen zelf gemaakt werd, thuis gemaakt werd. Later door de fabrieken. En die fabrikanten die waren erg afhankelijk van die zomschippers. En dan waren die zomschippers wel betrouwbaar, maar het water was niet betrouwbaar. Zomers was er geen water en 's winters was er vaak veel te veel water. En dat maakte dat ze belang bij hadden dat er een harde weg kwam. Dat het Overijsselskanaal werd gegraven. Dat de spoorlijn werd aangelegd. En waar Enter in 1800 de derde economie van Twente was naar Almelo en Enschede, waren ze 100 jaar later waren ze de armste economie van Twente. Met andere woorden, die zomschippers, ik zou zeggen dat waren hele goede ZZP'ers, maar het waren niet echte ondernemers. De verandering die ging plaatsvinden, die hebben zij niet goed kunnen volgen. En het enige wat gebeurd is, dat al die zompen, die zijn langzamerhand alleen nog gebruikt voor brandhout en daarmee was het afgelopen.